Golf aan faillissementen verwacht in Zeeuwse horeca. Het is donderdag 26 november. Dit is Zeeland Nu. Verplichte sluiting voor veel bedrijven de nekslag. Groen licht voor vestingkrols in gemeente Hulst. En geen eigen paard, dan maakt je vader er toch een. Goedenavond. Het gaat de komende weken faillissementen in de horeca regenen. Dat zegt de Zeeuwse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland na een enquête die ze hebben gehouden onder hun leden. Veel bedrijven hebben het namelijk zwaar vanwege de coronasluiting. En we gaan naar Goes, want daar staat op de Grote Markt verslaggever Remy Oppeneer tussen de gesloten horecabedrijven. Remy, dit klinkt onheilspellend. Ja, inderdaad, dat is het. Er zijn twee grote enquêtes gehouden onder de horeca. Als je kijkt naar de Koninklijke Horeca Nederland, zijn daar ongeveer 900 leden van in Zeeland. En daar is aan gevraagd van, ja, hoe staat het ervoor en wat denken jullie van de situatie op dit moment? Ik ga erover praten met Frank de Reu. Hij is voorzitter van de regio Zeeland van de Koninklijke Horeca Nederland. Meneer de Reu, wat was het belangrijkste beeld dat naar voren kwam met deze enquêtes? Als ik het in één woord mag uitdrukken, zorgwekkend. Met name de continuïteit van een aantal bedrijven wordt wel een ding. Kijkend naar de tijd dat we nu al dicht zijn. Alles bij elkaar ziet het eruit dat we 22 weken minimaal dicht gaan blijven. Lijkt het erop dat heel veel bedrijven bang zijn voor de continuïteit en dus voor volgend jaar. Ja, de continuïteit, u zegt het, u heeft eerder al gezegd. Meer dan 50% staat misschien wel op omvallen. Is het de vraag of ze volgend voorjaar halen? Ja, daar ligt natuurlijk ook een stukje aan de financiering. Hè. Waar haal ik nog mijn geld vandaan? Krijg ik mijn subsidie op tijd? Kan ik bij de bank nog wat doen? Heb ik zelf nog wat geld? Elk bedrijf zit daar anders in. Maar we moeten er rekening mee houden dat er bij de helft van de bedrijven echt problemen gaan ontstaan. Ja, dat is een enorm aantal. Ja. Wat voor beeld houdt u van die gesprekken over? U heeft mensen natuurlijk ook persoonlijk gesproken. Ja, dat is heel wisselend. Soms is het dramatisch, soms is het berustend. We zien vooral de moeilijkste vind ik de jonge startende ondernemers die nog maar net begonnen zijn. En die uiteindelijk roepen van ja, hoe moet dit nou verder? Ik heb mijn droom eigenlijk in mijn handen en ik kan er niet meer verder. En dat zijn, vind ik, de lastigste gesprekken. Kijk, een ondernemer die over nu en 5 jaar zou stoppen, die kan uiteindelijk nog beslissen om nog 5 jaar door te gaan of misschien vandaag wel te verkopen. Maar die jonge ondernemers, ja, dat vind ik echt heel lastig. Ja, lastige gesprekken dus, meneer de Reu, dank u wel. Moeilijke gesprekken zijn het natuurlijk met de horeca, moeilijke situatie waar ze in zitten. Andere ondernemers proberen deze tijd ook aan te grijpen om bijvoorbeeld te vernieuwen, zoals bij restaurant 32 hier in Goes. Tijdens de gedwongen sluiting flink groeien. Dat doet 32 Eten en Drinken in Goes. Het café ernaast is gekocht en dat wordt nu verbouwd. Je hoort natuurlijk overal negatieve geluiden van wat doe je nou? En gaat die horeca nog wel een keer open? Moet het nog een keer zo wat het geweest is? Ja, we hebben er best wel eventjes lang over gedaan. Maar we hebben toch besloten om het maar te doen voor het geval dat na de corona, daar zijn we er klaar voor. Het getuigt van lef, flink investeren in een tweede zaak en een binnentuin, terwijl er nu geen geld binnenkomt. Maar dat is een bewust risico. Het voordeel is dat we dan straks een prachtige binnentuin hebben waar we de mensen ook kunnen ontvangen. En we kunnen ze buiten op het terras ontvangen. Nou, dus dan hebben we iets meer capaciteit met de laatste coronaregels die altijd dan gehanteerd werden. Er wordt hard gewerkt door professionele bouwvakkers, maar ook het personeel maakt zich nuttig. Muren zetten, tegelen, voegen, elektrisch aansluiten, noem maar op. Zoveel dat we kunnen doen, doen we zelf. Het is gewoon niet leuk. Je doet het liefst je eigen vak. Gelukkig ben ik handig en we hebben nog wat handige collega's die ook meehelpen. Dus ik vind het niet erg om te doen. Ik doe het met plezier voor mijn werkgever. Maar het is niet hetgeen wat je wil. Van Oosten hoopt rond Sinterklaas helemaal klaar te zijn met verbouwen. Remy, her en der in het land zijn er lokale initiatieven om de horeca te helpen. Zijn die er in Zeeland ook al? Ja, er zijn verschillende initiatieven natuurlijk in de provincie. Een daarvan die onlangs ontstaan is SOS van Dockwise. Als bedrijven financiële problemen hebben of op ander gebied problemen hebben, dan kunnen ze daar zich laten adviseren door een expert. En Dockwise heeft daarvoor 30 vouchers beschikbaar gesteld dat bedrijven dus toch hulp kunnen krijgen de komende periode. Remy vanuit Goes, dankjewel. Tot vanmorgen zijn er 84 nieuwe coronabesmettingen bijgekomen. Ook is er een overlijden gemeld, waarmee het totaal aantal Zeeuwse coronadoden nu op 101 staat. Daarnaast is er ook een Zeeuw opgenomen in het ziekenhuis met corona.
En de verpleeghuizen publiceerden vandaag ook hun besmettingscijfers. Sinds vorige week zijn er daar 7 besmettingen gemeld. Dat is minder dan de voorgaande weken. En in de afgelopen week is ook een verpleeghuisbewoner in Hulst overleden aan het virus. Lange files op de A58 vanmorgen, zowel Zeeland in als uit. Veroorzaakt door een bus die bij Rilland op de vangrail was beland. De chauffeur schrok namelijk van een hert en week daarvoor uit. Er zaten geen passagiers in de bus en er zijn verder ook geen gewonden gevallen. Omdat de bus moest worden weggetakeld en omdat de vangrail moest worden vervangen, waren de linkerrijstroken in beide richtingen lange tijd afgesloten. Jullie gaan de wereld verbeteren. Dat is eigenlijk een klein beetje jullie stiekeme doel. Met die woorden overhandigde gedeputeerde Joannes de Bat vanmorgen de Zeeuwse Innovatieprijs Immergo aan de oprichters van Hello Container uit Goes. Het bedrijf won de prijs voor een zelfontwikkelde site waarop mensen zeecontainers kunnen boeken. Ik krijg heel vaak te horen dat wat wij willen eigenlijk niet kan of onmogelijk is. Ja, en als we daar dan een prijs voor krijgen, lijkt het toch dat het wel mogelijk is. Ik zou wel aankomen, maar ik loop op mijn sokken. Dat geeft niks. En met de publieksprijs werd Traas Ongediertebestrijding uit Schravenpolder verrast. Zij hebben een innovatief rattenhotel ontwikkeld waarmee ratten veilig kunnen worden gevangen. Ja, ik had het eigenlijk niet verwacht. Ik had ook best wel een beetje kippenvel ervan. De Immergo-prijs is een initiatief van de provincie en wordt jaarlijks uitgereikt. En Kenny uit Drijschoor wil graag leren paardrijden, maar heeft geen paard. Dus vroeg ze haar vader er een te maken. In het altijd zo rustige Drijschoor is het de afgelopen dagen onrustig door een vreemd beest dat er rondloopt. Chica, een houten paard gemaakt door Jeremy Harms. Hij maakt het paard voor zijn dochter, zodat zij paardrijdingen kan oefenen. Op en af stappen en op zadelen. En dat Kenny nu haar houten paard heeft, is goed nieuws voor de paarden van de manege in het dorp. Het is niet zo fijn voor een echt paard als je hem belast. Het meisje was op social media op het idee gekomen voor haar eigen oefenpaard. Ik zag heel vaak op TikTok een houten paard en ik dacht dat wil ik ook wel. En toen had hij opeens een hoog paard. Dus vroeg ze aan haar handige vader of hij er ook een voor haar kon maken. Ja, voor je kinderen heb je het toch veel over. Dus ze is helemaal gek van paarden en ik vond het eigenlijk wel een grappig ding om te maken ook. Dus. Inmiddels kent Drijschoor al 2 van dit soort paarden. Ook de vader van een vriendinnetje heeft een oefenpaard in elkaar gezet. En ze hebben succes, want vader Jeremy ziet de paardrijkunsten van zijn dochter met sprongen vooruit gaan. Ik hoef steeds minder te helpen met het, zoals ze dat zeggen, singelen. Dus de spierballetjes worden steeds groter, om het even zo te zeggen. Want ja, hij moet wel goed vastzitten, want dan schuift hij net als op een echt paard er wel af. Dus in die zin zit er wel voortgang en dus het werkt. En die spierballen zijn nodig ook, want zo'n zadel is nog best zwaar. Een groot internationaal sportevenement in coronatijd in Zeeland. Het kan, want de Vestingcross in Zeeuws-Vlaanderen gaat begin volgend jaar gewoon door. Maar de wedstrijd wordt niet in Hulst gereden, maar op een andere locatie. De veiligheidsregio heeft toestemming gegeven om het evenement onder strikte voorwaarden door te laten gaan. En ook de gemeente Hulst heeft het sein op oké gezet. De Vestingcross op zondag 3 januari mag doorgaan, alleen niet in Hulst. De organisatie van de Vestingcross moest uitkijken naar een alternatieve locatie om het evenement toch te kunnen organiseren. Coronaproof, dus zonder publiek, zonder VIP's en moeilijk te bereiken. En daarom is men hier uitgekomen in het gebied van de voormalige Veerhaven in Perkpolder. De Vestingcross heeft na 4 succesvolle jaren promotie gemaakt. Het evenement maakt in 2021 voor het eerst deel uit van de Wereldbeker, waaraan de beste veldrijders meedoen. Het evenement trekt doorgaans tussen de 10.000 en 15.000 toeschouwers die naar de stadswallen van Hulst komen. Maar dat kan en mag dit jaar niet vanwege corona en daarom gaat men naar Perkpolder. Het grote voordeel om het evenement hier te organiseren is dat het gebied afgelegen ligt, makkelijk af te sluiten is en daarmee kan publiek op afstand gehouden worden. En dat is veel makkelijker om dat hier te doen dan in het centrum van Hulst. Ook ziet de organisatie kansen om een mooi en uitdagend parcours in Perkpolder te bouwen. Over het deelnemersveld is nog niet veel bekend, behalve dan dat de toppers uit het veldrijden zullen meedoen. De organisatie hoopt ook dat drievoudig winnaar Mathieu van der Poel en Tour de France-revelatie Wout van Aert mee zullen doen. Maar ze hebben er geen invloed op, omdat de Wereldbeker een landenwedstrijd is. De gemeente Hulst zette vandaag het licht op groen voor de Vestingcross. Maar die moet dus wel eenmalig uitwijken naar Perkpolder, want een evenement in de binnenstad is onmogelijk. Omdat we daar niet zonder publiek kunnen. Je kan heel moeilijk het publiek vermijden in de binnenstad van Hulst. Het is natuurlijk een toplocatie, daarom hebben we ook heel goed gescoord.
Maar juist door het publiek is dat niet mogelijk. En we kunnen nu het gebied totaal afzetten. Dat betekent er komt alleen maar iedereen die een vergunning hebben, die worden toegelaten. Ze moeten allemaal corona-proof, dus getest zijn. Er zit een heel protocol achter om het echt zo corona-veilig mogelijk te doen. Ja, en dat kan je hier in de binnenstad niet waarmaken. Uw collega in Vlissingen moest toen de Bingbang-tour zou komen, moest een dag van tevoren het besluit nemen, het gaat toch niet door. Bestaat er een kans dat dit alsnog op het laatste moment niet doorgaat? Ja, die kans bestaat altijd. Dat weet de organisatie ook. Ik heb dat ook kort gesloten. Het betekent dat als er nog maatregelen komen waar we nu geen rekening mee gehouden hebben, ja, dan is het einde verhaal. Dat is nou eenmaal zo. Maar daar hoopt het organisatiecomité uiteraard niet op. En hoewel er dus geen publiek welkom is bij de wedstrijden, hoeft u er niets van te missen. Want de vestingcross wordt live op tv uitgezonden door zowel Eurosport als Sportza. Uitvaartondernemer Bianca Tangen uit Koudekerken heeft als eerste in Zeeland een eigen grafkistenlijn. Gemaakt van gerecycled hout, afkomstig van Zeeuwse bedrijven. De kisten worden gemaakt door gedetineerden van gevangenis Torentijd en door mensen van het werkleerbedrijf van geestelijke gezondheidsinstelling Emergis. Een uitdaging ten eerste en wel een bijzondere klus dat ik voor het eerst hoorde dat dit mijn nieuwe opdracht was. Want wat maken jullie hier nog meer? Vooral tuinschuttingen, tuinmeubelen. Wat komt er allemaal kijken bij het maken van een grafkist? Één ding is wel, het is vooral heel veel meten. En meten is weten en gissen is missen. In graden zagen, komt een hoop bij kijken. Hoe ben je eigenlijk op het idee gekomen om een eigen kistenlijn te beginnen? Dat is eigenlijk gekomen toen ik helemaal de mensen ging begeleiden bij een uitvaart. Dat we op het punt kwamen van een kist uit te zoeken voor hun dierbaren. Dat mensen eigenlijk vroegen van, goh, heb je ook iets gemaakt van recyclehout of zoiets dergelijks? Daar heb ik verschillende keren nee op moeten zeggen. En toen eigenlijk bedacht van, nou, misschien is het wel mooi als ik die eigen kistenlijn zelf kan gaan ontwerpen. Wat voor mij belangrijk was, was dat de kisten eigenlijk ook goed betaalbaar gemaakt gingen worden. En ik vond het ook belangrijk dat we ook maatschappelijk iets konden bijdragen. Dus toen ben ik eigenlijk uitgekomen bij werkleerbedrijven van Emergis. En de gevangenis en Torentijd, die mensen daar, die maken ze ook. En hoe reageerden zij toen jij ze vroeg of ze grafkisten konden maken? De begeleiders die reageerden heel enthousiast, maar hadden wel zoiets van, het wordt dus wel een gevoelig onderwerp. Dus we gaan wel eventjes kijken hoe dat in de organisatie valt en we gaan het bespreekbaar maken. En uiteindelijk kwamen ze wel ook tot de conclusie dat het wel ook een onderwerp is wat hoort bij het leven. En dus toen zijn ze er toch ook mee aan de slag gegaan. En toen de mensen er helemaal een beetje aan gewend waren, toen was het ook goed. De meeste reacties die ik kreeg, zeiden ze toch van ja, het lijkt mij niks. Ik ben daar vrij nuchter in eigenlijk. Goed zo, hè? De meeste kisten hè, waar de Zeeuwen in belanden, waar komen die vandaan? Dat zijn eigenlijk van de fabrieken uit de landen. Waarom kiezen mensen dan voor zo'n kist als deze? Nou, toch wel ook het unieke. Iedere kist is anders. En ook het duurzame erachter. Dus gemaakt van recyclehout door bijzondere mensen. Maak je nou liever een tuinmeubel, een schutting of zo'n grafkist? Ik denk het liefst zo'n grafkist. Want heel eerbiedig werk natuurlijk. Een compliment ook naar mij toegericht. Het was vandaag een mistige en vooral miserige dag. De temperatuur kwam namelijk niet boven de 11 graden uit. Morgen dan start het regenachtig en is er kans op dichte mist. Maar in de middag wordt het gelukkig droog en kan de zon ook nog even doorbreken. En in Achter de Stilte vandaag aandacht voor onderwijs in coronatijd. Niet altijd makkelijk voor de leerlingen, maar zeker ook niet voor hun docenten. Heeft iedereen dat gevonden bij magister, die beoordeling? Wat wil je vragen? Heb je nog honger? Nou, strakjes als mama klaar is met het lesgeven, dan krijg je nog wat te eten, ja? Oh, heb je een kerstman getekend? Nou, jongens. Nog geen maal. Ja, er worden hier kerstmannen getekend, dat wil je niet weten. Ik ben benieuwd. Tot zover voor vandaag. Nog een fijne avond voor nu.